Is coronacrisis. Hoe gaan de zaken op dit moment? Ja, we hebben het ontzettend druk bij Credits. Hoe merkt u dat? Heel veel ondernemers hebben het heel erg moeilijk gehad en eigenlijk nog steeds. Omdat ze bijvoorbeeld dicht moesten. We hebben natuurlijk veel klanten in de horeca. Klanten die een winkel hebben. Klanten die kapsalons hebben of nagelstudio's. Die hebben allemaal best wel een hele moeilijke tijd gehad. En werkt u dan alleen voor Almeloze bedrijven en instellingen? Nee, we zijn juist heel actief in heel Nederland. En op de vier eilanden op de Cariben. Daar hebben we ook vestigingen. En eigenlijk hebben al die ondernemers in het hele land, maar ook op de Cariben, eigenlijk hetzelfde last gehad van de crisis. Ja. Wij hebben heel veel klanten van ons uitstelaflossing gegeven. En 2% rente in plaats van de normale rente. Dus dat betekent dat ze gedurende 6 maanden eigenlijk veel minder financieringslast hadden. Ja. En we hopen dat op die manier de meeste klanten eigenlijk die hele crisis kunnen overbruggen. Hoe staat het met de aanvragen van de Almeloze bedrijven? Ja, in Almelo hebben we best wel aardig wat klanten. Niet te vergelijken natuurlijk met Rotterdam of Amsterdam. Maar we krijgen heel veel aanvragen, ook uit Almelo, van ondernemers die een overbruggingskrediet nodig hebben. Dus wat is u bij die aanvragen opgevallen? Dat de meeste ondernemers eigenlijk het echt wel kunnen redden. Maar dat ze net even wat liquiditeit nodig hebben om de komende maanden nog door te komen. Dus in die zin, met een klein beetje extra liquiditeit en ons overbruggingskrediet helpt daar heel erg bij, kunnen ze de crisis eigenlijk wel overbruggen. Zou u een voorbeeld kunnen geven van zo'n aanvraag? Nou, we hebben bijvoorbeeld een horecaondernemer die moest sluiten. Die zijn eigenlijk 2 maanden dicht geweest. In die maanden is er totaal geen omzet geweest. En toch hebben ze moeten investeren. Bijvoorbeeld, ze hebben de tijd genomen om het pand op te knappen, extra inventaris te kopen. En met dat overbruggingskrediet van Credits kunnen ze eigenlijk die periode toch overbruggen. Dus ze hebben wat inkomen om hun eigen levensonderhoud te voorzien. Maar ze kunnen ook wat investeren in hun pand. Het is natuurlijk ook de bedoeling dat die lening op termijn wordt terugbetaald. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, de meeste van onze klanten hebben dus een half jaar uitstelaflossing gekregen. We hopen dat over een half jaar de situatie eigenlijk wat beter is. Hè? Dat ondernemers weer omzet kunnen maken, dat ze inkomsten hebben. Dat ze op die manier toch ook wat cashflow hebben om de lening terug te betalen. Om welke bedragen gaat het meestal? Meestal om bedragen tussen de 15.000 en de 25.000 euro. Daar hebben de meeste ondernemers eigenlijk wel genoeg aan. Het maximale kredietlimiet voor het overbruggingskrediet is 25.000 euro. Maar we merken dat de gemiddelde aanvraag 15.000 euro is. Het is bekend dat Koningin Maxima Credits een warm hart toedraagt. Heeft u al contact met haar gehad? Ja, zeker. We hebben regelmatig contact met niet alleen maar met de mensen van economische zaken, maar ook de mensen die in het comité voor financiering en ondernemerschap zitten. En daar is zij ook een onderdeel van. En eigenlijk is iedereen heel erg bezig om ondernemers te helpen. Zorgen dat de ondernemers de crisis doorkomen, dat is het allerbelangrijkste wat er is. En hopen dat daarmee ook de economische ontwikkeling weer op gang gaat komen na deze eerste coronagolf. U voorzit dus duidelijk in een behoefte? Absoluut voorzien we in een behoefte. Ja, dat merken we dagelijks. Ja.